Come and fly with me. Hey. Hallo. Welkom bij een nieuwe video van ons. School, we zijn nog steeds schoolloos. We zijn nog steeds schoolloos. Nog 6 weken ongeveer of 7. En vandaag gaan we zeg maar van groot naar klein eten. Je bent wel erg enthousiast vandaag. Het begint met een ei of zo en dan ga je het ook eens groter eten. En we gaan vandaag ook naar Sandra, mijn verzorgpony. En die dus ook mee, dus die geven we in het begin een appel of zo en dan steeds groter iets. Dat was eng. Maar daar gaan we dus mee een bosrit maken en... En we gaan gewoon een klein eten. Dus. Ja, en dat filmen we dus later. Wacht. En, nou ja, we gaan dus nu ontbijten. Ja, ik heb mijn Twister shirt aan van Pony Park City. Wat boeit dat ons? Ik heb een dat aan. Ja, leuk. Nou ja, we gaan dus nu ontbijten. Later, tot zo. Nou, lekker. We zijn lekker begonnen met een etske. We gaan nu lekker eten. We zijn bij Chinoa voor de duidelijkheid. Ja, tot zo. We gaan zo naar mijn huis. Naar spullen ophalen. Naar ons huis en dan spullen ophalen. En dan, we going from Sander. Ja, we gaan naar Sander. Dus doei. Nu op de fiets. We zijn op de fiets. En we gaan nu naar mijn huis. En dan gaan we even de spullen ophalen. En dan daarna gaan we naar Sandra toe. Ja. Gaan we erop zadelen en nemen we er weer mee. En dan gaan we naar het bos. Eten. Ja, en we geven haar even een appel. En dan gaat ze in de middag weer wat groter. En dan vanavond krijgt ze dan lekker veel biks. Okay. En we moeten eigenlijk wel op tafel leggen. Dat je ziet wat we eerst gegeten hebben. Dus een ei, dat is ongeveer dit. En dan kunnen we daarna wel meten wat groter is, zeg maar. Dus dat we wel op tafel leggen. Wat bedoel jij? Op een tafel, maar we hebben het toch opgegeten. Ja, weet ik. Maar je hebt toch wel een ei thuis? Ja. Kun je daar... Oké, de rest van dit gesprek boeit echt helemaal niks. Oké, we zijn nu weer bij thuis aangekomen en we hebben spullen opgehaald. En nu gaan we door naar Sandra. Ja! Heb je appel bij? Ja, ik heb mijn appels en wortels bij me. Toppie! Let's go there! De 2 sloten eraf halen. Oké. Kijk, dat is het bordje met Sandra. Dat heb ik zelf gemaakt. Toppie. Dus je moet even stil zijn, ik wil even laten zien wat je doet. Ja. Ja, kijk, daar ligt ze. Super cute. Deze dan weer open. Pas even daar nu liggen. Hey Sandra. Oh, jij hebt wel echt een goed spurt nodig. Hey. Gaat ie? Wil je even een lekker appeltje als ontbijt? Oh, echt super cute. Gaan we je even poetsen, schat? Dan moet je wel even op gaan staan. Ja. Gewoon lekker op de liggen. Nou, we gaan er dus nu even poetsen. Dus nemen we er straks even mee naar daar. En dan gaan we lekker poetsen. Dus tot zo. Zo, we zijn er dus nu aan het poetsen. En hier komen nog andere poetspulletjes. Dus ja, we komen jullie zo bij je terug wanneer we er helemaal opgezaald hebben en zo. Dus ja, doei! We zijn nu, we hebben Sander opgezadeld, ze loopt daar. En we gaan nu naar het bos daar toe lopen. En dan onderweg zien we jullie denk ik nog wel en dan zijn we zo terug.
zijn dus nu even met Sanne aan het lopen. En daar is de weilandje en daar staan allemaal andere paardjes. Echt super cute. En Chanel moet even de fiets halen, want als ik straks dan op Sandra ga, dan is het een beetje naar als zij dan alleen moet rennen. Dus dan gaan we de fiets halen. En dan gaan we dus zo naar het bos. We zijn nu naar mijn huis aan het lopen. Lekker boeiend. Helm. Gras. Helmgras. Die zegt slecht. Nou zeg. Er zijn langs paarden daar. Ergens. En dan was Sandra echt super bang voor. Dus ze ging echt keihard weggalopperen. Dat was zo schattig. Maar best wel eng. Maar daar is Chinoa. Hey. En ik heb er net even vandaag gelopen en zo. En nu zijn we dus bijna thuis. En daarna gaan we vanmiddag eten. En Sandra krijgt dan de worteltjes. En wij gaan dan. We dachten misschien een pannenkoek, want dat is al groter dan dat we daarvoor hadden gegeten. Dus dan gaan we dat. Dus wat moeten we als avond eten? Een pizza! Een big pizza. XXL. Nee, waar moeten we dat vinden dan? Weet je zo. Dat is true. Dat is gewoon mijn New York pizza. Nee. Ja, we zien het wel. Maar straks gaan we in ieder geval een pannenkoek eten. Dus tot zo! Sandra staat hier in mijn tuin dus. We zijn dus thuis gekomen en dan gaan we nu even de lunch maken. Zij krijgt dan lekkere worteltjes. Dat is Beertje. Hey! Wally. En ja. We gaan het even maken. Lakken. En dan komen we weer zo bij jullie terug. We gaan nu Sandra even haar eten geven. Dus. Ja, dit. Lekkere wortels. Hou maar weg, want anders ziet het er heel raar uit op iMovie, weet je. Kijk, dit. En dat mag Sunny. Moeten we eerst even de hoofdstor uithalen? Ja, nee. Je hoort niet zoveel zin in. Nee, niet voor Beertje. Is voor Sandra. Nou, Sandra krijgt middageten. Zie Beer kijken. Waarom reageer je niet? Omdat het niet goed is voor jou. Hij gaat stelen. Nee, Beer. Beer gaat stelen. Nee, Beer. Niet stelen, Beer. Niet stelen. En hij stilt. Hij lust helemaal geen wortels, maar ik vind het gewoon leuk om niet te nemen. Kijk, daar is hij niet. Beer, Zwieber niet stelen. Nee. Wanneer zij voor eten hebt is, kunnen wij even pannenkoek maken. Ja, yeah, let's go. We hebben nu onze pannenkoek opgegeten. Hier is nog een beetje borden. En daarbuiten staat dus Sandra. En we gaan dus nu naar het bos. Om bosrit te maken. Ja, ik heb er echt zin in. Let's go. Bos. En we gaan niet te veel filmen, want daarnet schrok er een paard. En die rende echt kaart weg. Half. Maar daar gelukkig stond daar een hek. Maar die vrouw die was ook in draf, dus dat kan ook niet anders. Maar we zijn dus nu even in het bos en we gaan straks nog even een stukje galopperen. En dan gaan we weer terug, want we blijven niet te lang gewoon. We gaan dus gewoon heel eventjes. Nou ja, dan zien we jullie zo. Zo, dat is prachtig. Stap, goed zo. Nou, we zijn nu weer thuis. Het is gaan regenen, dus daarom hebben we even dit gedaan. Oké, ik krijg mijn richtje. En ik heb even weer de single wat losser gedaan.
En nu gaan we zo weer naar Limmen toe. Om het weer terug te brengen. En dan gaan we... waarschijnlijk een pizza bestellen. Maar, ja. We zijn nu weer thuis en we hebben er afgezaald. En Chanel was even water halen, want die moest de emmer met water even bijvullen van Sandra. En ze heeft er net ook lekker gerold. En dit is het dikste, dit is het meeste wat ze van vandaag krijgt. En dat ga ik u nu even geven. We zijn nu weer terug onderweg naar huis en daar gaan we zo direct naar Domino's. Of gaan we in ieder geval pizza eten, denken we. Ja. En dus we gaan nu terug fietsen. Oh. Ja. We waren dus net even thuis en nu gaan we naar Domino's. Niet gesponsord voor mensen. En dan gaan we even een XXL pizza halen. Maar mijn telefoon is wel bijna leeg, dus ik weet niet of ik alles nog kan filmen. Maar we gaan er nu even heen, dus ja. Zie jij de XXL pizza? Nou, welke zullen we eerst nemen? Ik denk dat die pepperoni was. Bedankt voor het kijken. Liken en abonneren zou fijn zijn. Come and fly with me.